Hey, allemaal welkom bij dag 4 van de Sell Your Gold Challenge. Super leuk dat je er weer bij bent. En vandaag gaan we het hebben over money, over de dough. En uh, ja, um, heel erg belangrijk als je sales doet. Dus uh, laten we snel van start gaan. Ik heb uh, natuurlijk weer een presentatie voor je. En uh, let's go, dag 4. Um, money mindset. Ja. Um, yeah. Wat is eigenlijk jouw gevoel over geld? Wat um, zijn jouw uh, ervaringen met geld? Wat is jouw verhaal over geld? Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Het is belangrijk dat je daar bewust van bent, van hé, hey, is dat nou eigenlijk mijn eigen verhaal? Of is dat een verhaal van mijn familie? Van mijn omgeving. Van uh, ja, eigenlijk de mensen met wie ik me uh, omring. En dat heeft heel veel invloed ook op hoe jij er zelf naar kijkt. Als jij met veel miljonairs hangt, dan zul je ook anders over geld gaan denken. En als je van huis uit meegekregen hebt dat elk dubbeltje moet worden omgedraaid, ja, dan heb je waarschijnlijk gewoon een lastige verhouding met geld. En je relatie met geld is superbelangrijk voor alles eigenlijk. En ja, we, we zeggen soms van, ja, ik vind geld niet zo belangrijk. Ja, ik hoef er eigenlijk geen geld voor te hebben. Maar ja, het is heel simpel. We hebben nou eenmaal afgesproken dat we het zo doen. Dus, um, ja, weet je, dit is gewoon... Dit is gewoon de afspraak en zo uh, moet je ermee omleren gaan. En um, kan je maar beter zorgen dat jouw verhaal over geld een lekker verhaal is, een leuk verhaal is, een verhaal is waar je blij van wordt. En als je dus merkt dat je nog een oud verhaal hebt over geld of een verhaal wat eigenlijk helemaal niet eens van jou is, geef het dan terug aan diegene van wie dat is. Dat is wel zo relaxed. Um, dus dat is wat ik je adviseer om te doen. En um, ja, we gaan daar natuurlijk ook even mee oefenen. Um, ook met het verhaal van nou, wat is er nou leuk aan geld? Ik heb natuurlijk die vraag in, bij dag één ook gesteld: wat is leuk aan sales? Ja. Je doet sales om geld te krijgen. Waarom wil je geld? Geld is ook maar een middel. Maar waarom wil je geld? Je wil misschien um, een hele mooie reis gaan maken. Je wil misschien je huis heel tof maken. Je wil misschien een ander huis kopen of huren. Uh, je hebt wensen en dromen en je wil graag dat die uitkomen. En niet voor alles is geld nodig natuurlijk, maar voor heel veel dingen wel. Je wil je kinderen laten studeren. Uh, ja, weet je, je wil met de familie een leuke reis maken. Je wil iemand een mooi cadeau geven. Je wil misschien je ouders financieel ondersteunen. Nou, whatever it is. Maar ja, geld heeft heel veel leuke kanten. En het is belangrijk dat je voor jezelf vooral de leuke kanten gaat zien. En er minder zwaar over gaat denken, vooral dat ook. En niet geld het doel maken, maar wat daarboven ligt, wat daarachter ligt, dat als doel zien. Um, dus de opdracht is: wat is er leuk aan geld? Maak eens een lijst van je negatieve geldovertuiging en zet daar positieve geldovertuigingen tegenover. Dus. Um, als jij zoiets hebt van ja, alle rijke mensen zijn egoïstisch, wat zou je dan voor een positieve geldovertuiging daar tegenover kunnen zetten? Nou, bijvoorbeeld, als ik rijk zou zijn, zou ik juist heel veel mensen kunnen helpen. Dat is helemaal niet egoïstisch. Dus misschien valt het eigenlijk wel mee met dat egoïsme. Um, een negatieve uh, geldovertuiging kan ook zijn um, dat, dat je vindt dat geld alles moeilijk maakt. Nou, hoe kan je nou zorgen dat je. Het geld niet ziet als, als, als de, het, de oorzaak van het kwaad, maar jouw gedachten daarover. Dus hoe kan je dat makkelijker maken? Als het slechts een middel is, als het slechts energie is, dan kan je het ook als iets positiefs zien. En geld, eigenlijk, geld mag gewoon jouw vriend worden. En je mag gewoon uh, ja, geld omarmen en ook zorgen dat geld. Um, Um, veel meer welkom is in jouw leven... met open armen geld ontvangen. En als je moeilijk zit te doen... als je op geld gaat zitten... als je geen investeringen durft te maken... als je niet het geld durft te laten stromen... dan stroomt het niet vanaf jou... vanaf jou naar ergens anders toe... maar ook niet naar jou toe. He, dus dan is de flow gewoon niet, niet aan de hand. En dat is best wel belangrijk. Um, dus probeer te kijken naar van... hé, hey, kan ik dat... Misschien shiften als dat nog niet bij jou zo is. En um, zelfs al denk je positief over geld, kan altijd nog beter. Dus um, ja, probeer deze oefening. Um, en laat me vooral weten als je tegen iets aanloopt dat je denkt: van, Nou, deze negatieve overtuiging, daar weet ik echt niks positiefs tegenover te, zet, te zetten. Stuur dan me dan even een berichtje of een DM'tje. Dit op Instagram. Uh, dan denk ik even met je mee. Want uh, ja, in principe is er uh, is overal een uh, positief verhaal van te maken. Um, ik ben er zelf persoonlijk heel erg goed in, <laughs> uh, maar goed, ik heb ook altijd een lastige verhouding met geld gehad, hoor, vanuit het verleden. En uh, gelukkig heb ik dat los weten te laten. Uh, maar dat is soms een heel proces. En misschien gaat het bij jou al heel lekker, maar denk je van nee, maar ik voel toch dat er een soort plafondetje aan zit. Ik voel toch dat ik mezelf eigenlijk beperk. En ja, dat plafond dat leggen we zelf neer, hè? En dat gaat ook uh, als het gaat om het volgende onderwerp, omzet. Um, wat is nou precies jouw Doel, wat wil je nou eigenlijk ja, per maand verdienen, wat heb je nodig, maar ook wat zou je willen? En als je dan een bepaald bedrag in je hoofd hebt, dan is dat eigenlijk een soort van beperking die je jezelf oplegt. Want als er geen enkele beperking zou zijn, wat zou dan dat bedrag zijn? He, want iedereen zegt van ja, ik wil 5000 euro in een maand verdienen, of 10.000 of 100.000. Maar eigenlijk beperk je jezelf daarmee, want wat als je als het nog meer zou mogen zijn. Wat als het getal niet uitmaakt, maar dat je gewoon een heel lekker leven ervan zou kunnen hebben. Uh, dus sommige mensen vinden het heel fijn om een concreet getal te hebben en daar naartoe werken. En als jij zo iemand bent, dan moet je dit vooral ook heel concreet gaan doen. Maar sommige mensen die vinden het veel fijner om, om meer te gaan visualiseren, veel meer een beeld voor ogen te hebben van hoe zou ik me voelen als ik dan uh, een bepaald bedrag heb. Of hoe zou ik me voelen als het in ieder geval dit bedrag is, en dan geen limiet daaraan stellen. Maar het is belangrijk als je een business hebt om hierover na te denken. Als je met sales bezig bent, dan moet je wel weten hoeveel sales moet je nou eigenlijk doen. En welk aanbod kan je creëren dat dat bedrag ook daadwerkelijk oplevert. Hè? Dus dat we veel meer gaan kijken van, hé, hey, maar hoeveel tijd kost me dat dan? En hoeveel mensen moet ik dan benaderen om dat bedrag dan ook daadwerkelijk te krijgen? Nou, dat is best wel uh, natuurlijk een uitdaging en heel veel... Met name startende ondernemers die denken hier niet over na. Dat is natuurlijk niet zo handig. Um, dus wat bied je aan? Maak eens een lijst van alles wat je wilt en kunt aanbieden. En zet daarbij hoeveel je ervan moet verkopen om je maandbedrag te halen zodat je ook een realistische beeld krijgt van, hé, hey, als ik die cursus voor 37 euro verkoop, dan moet ik hem zoveel keer verkopen. Wil ik dat geld per maand hebben? Of als ik die cursus, uh, maar één iemand, één klant heb, die dat bedrag binnenbrengt. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Het is veel makkelijker om één iemand, uh, bij één iemand sales te doen dan bij honderd mensen. Uh, maar misschien is het ja, stuur je mailtjes en heb je een hele grote mailinglijst. en heb je eigenlijk altijd wel beet. Ja, dan is dat misschien een uh, makkelijke manier voor jou om het te doen. dan één-op-één um, één benaderen. Uh, maar als je zeg maar altijd iets op een bepaalde manier gedaan hebt, is het misschien ook wel eens interessant om te gaan kijken van hé, hey, wat zou ik nog meer kunnen? En waar zou ik misschien eventueel uh, ja, mijn comfortzone nog een beetje kunnen stretchen? En uh, ja, ik weet zeker dat daar heel veel winst te behalen is. Dus ga hier serieus mee aan de slag. En ga eens goed kijken van wat bied ik nou allemaal. En kan ik eventueel de prijzen aanpassen uh, om, om het meer uh, in de richting te krijgen van wat ik wil. En dan is dus opdracht 3 automatisch. Bedenk één aanbod wat je vandaag kunt verkopen en doe dit aanbod. En hou daarbij dus ook in je achterhoofd het geld wat je eigenlijk zou willen verdienen per maand. En ook um, je hele gedachte over geld. Wat als je dat los kan laten. Um, en een positief idee kunt bedenken van... Hey, stel dat ik aan één iemand een aanbod doe... van iets wat 400 euro kost of 4000 euro. Wat gebeurt er dan met mijn leven? Wat gebeurt er dan? Hoe, hoe gaat mijn maand dan voelen? Gaat die dan anders voelen als dat ik iets voor 40 euro verkoop? Wat zouden de mogelijkheden zijn die dan ontstaan? Nou, dat is, het, uh, dat is uh, de opdracht. En ik ben heel erg benieuwd... Hoe jou dat gaat bevallen. Of je er uh, ja, een leuke ervaring uh, mee hebt. Hoe, of je ja's hebt, of nee's hebt, of misschien. Dat kan natuurlijk ook. En ik wens je ongelooflijk veel succes natuurlijk. En dan uh, als je vragen hebt, kun je me altijd een mailtje sturen: katcolno. Kat, en dan hoop ik je uh, morgen weer te zien uh, met een nieuwe opdracht. Dus uh, ja, thanks for listening. En, uh, Tot dan